In deze video gaan we kijken naar benauwde dakdragers voor auto's met een glad dak. Dat wil zeggen auto's waar geen dakrail op zit of bevestigingen op het dak aanwezig zijn. Deze set wordt gemonteerd door middel van een voet die op het dak rust en een klem die in de deuropening gemonteerd wordt. De dakdragers mogen 50 kg dragen. Standaard zijn ze uitgevoerd in staal. Optioneel zijn er ook aluminiumstangen verkrijgbaar. Het draagvermogen van de aluminiumstangen is niet anders dan die van staal. Het enige grote verschil is dat er bij de aluminiumversie een T-adapter aan de bovenkant zit. Dat wil zeggen, er is een rail waar een T-adapter ingeschoven kan worden. En met die T-adapter kunt u dan accessoires monteren zoals skidragers, dakkoffers en fietsendragers. De dakdragers zijn voorzien van de TÜV-keuring, hebben 2 jaar garantie en zijn altijd standaard voorzien van een slot. We gaan nu kijken hoe we de dakdrager verder in elkaar moeten zetten. Dit is de dakdrager voor. Ik heb inmiddels al 1 voet in elkaar gezet. Elke dakdrager wordt natuurlijk geleverd met een duidelijk geïllustreerde gebruiksaanwijzing. De eerste stap die we moeten doen is het meetplaatje wat erbij zit op de juiste afstand afknippen. De afstand waarop die afgeknipt moet worden is heel specifiek per auto. Voor elke auto staan de specificaties duidelijk in de gebruiksaanwijzing vermeld. Deze dakdrager die gaan we voorbereiden voor een Volkswagen Golf 7. En voor de dakdrager voor moet het meetplaatje worden afgeknipt op 7,5 cm. Dat gaan we nu even doen. Zo. Het stukje van 7,5 cm klikken we als allereerste in de opening van de stang. Op het moment dat die mooi tegen de binnenkant aan ligt, pakken we vervolgens de voet. De voet kunnen we een beetje losdraaien met de meegeleverde inbussleutel. En op dat moment kan die voet vanuit het uiteinde naar binnen toe geschoven worden. De voet wordt tot aan het meetblaadje in de stang geschoven. Vasthouden, niet over het meetblaadje heen, maar er tegenaan. En op dat moment weer met de meegeleverde inbussleutel aandraaien. Als de voet vast zit aan de stang, pakken we het overgebleven stuk meetblad. Dat schuiven we ook weer vanaf de buitenkant in de opening, zodat de hele stang netjes dicht is en we dus ook geen windgeruis krijgen. Vervolgens dichten we het uiteinde van de stang met de meegeleverde dop. Die drukken we stevig aan. En op dat moment zien we dat de hele dakdragerstang dicht is en er dus ook, zoals gezegd, geen windgeruis op kan brengen. De voet zit nu aan de stang. Vervolgens pakken we het vierkante blokje met de moer aan de binnenzijde. Die klikken we in de voet. En dan zijn we in staat om namelijk de specifieke klem. In de doos zitten 4 van deze klemmen. In sommige gevallen is het zo dat voor de voordakdrager andere klemmen gebruikt worden als de achterdakdrager. Ook dit staat weer heel specifiek vermeld in de gebruiksversie. Dus let daarop bij de montage. Dit is de klem voor voor, want we zijn met de voordakdrager bezig. De bout draaien we in de moer. Die geven we een paar slagen. Die blijft gewoon netjes loshangen tot we hem op de auto gaan monteren. En als laatste pakken we de rubberen voet. Die bestaat uit 2 componenten. Een hard kunststofgedeelte en een rubberen gedeelte. Klikken we in elkaar. Er staan pijltjes op en die pijltjes moeten naar buiten. En op dat moment klikken we die voet op de rest van de dakdrager. En op dit moment is deze dakdrager klaar om verder op de auto afgemonteerd te worden. We gaan nu de voorgemonteerde dakdragers op de auto monteren. Nou, belangrijk daarbij is om de positie te bepalen waar de dakdrager op het dak gemonteerd wordt. Dit staat uitvoerig beschreven in de gebruiksaanwijzing. Soms is dat een vast markeringpunt aan de binnenkant van de deuropening. En soms is het een afstand gemeten vanaf de B-stijl. Nou, in dit geval zit hier een markeringspunt aan de binnenkant. Dus we weten precies waar de dakdrager gemonteerd moet worden. We zetten de dakdrager op het dak, zodat je het dak niet te veel aanraakt. Je zet de rubberen voeten netjes op het dak. De klemmen die zijn voorzien van een kunststof coating, dus ze zullen de auto niet beschadigen. Zoek de juiste plek op. In dit geval hier zo. Zorg dat de drager dus mooi evenwijdig op de auto staat. Het is belangrijk ook dat de dakdrager op dezelfde positie aan de linkerkant als aan de rechterkant zit. Dat hij mooi in het midden zit. En dat het geval is, zoals nu, leggen we de klem rustig tegen de lak van de auto aan. En gebruiken we weer de meegeleverde inbussleutel om de hele speling uit deze bout te draaien. En we draaien hem vast totdat hij weerstand krijgt. Datzelfde herhalen we aan de andere kant. En vanaf dat moment beginnen we eigenlijk de dakdrager op te spannen op de auto. En dat doen we door aan de ene kant de
dakdrager een aantal slagen vast te draaien. Dat aan de andere kant te doen. Weer naar deze kant te komen en weer een paar slagen te doen. Totdat hij lekker handvast zit op de korte kant van de inbussleutel. Vast is vast. Hij hoeft niet extreem vast te zitten. En op dat moment zit de dakdrager mooi gemonteerd. En zul je zien dat je het porteer dichtgooit. Dat de dakdrager ook netjes geklemd zit in het rubber. Nou, we hebben nu ook de achterste dakdrager op de juiste plek op het dak gemonteerd. Dan rest ons eigenlijk niks anders meer dan de afdekkappen te monteren. Daarmee sluiten we de dakdrager af en kan niemand de dakdrager van het dak afhalen. De kapjes zitten erop, de dakdrager is klaar en afgemonteerd. En controleer als laatste nog even of alles goed vast zit en dan goede reis.